In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van bewaring na een bouwtijd van 4 jaar praktisch gereed. Het bestaat uit 6 woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld. 4 van de torens zullen dienst doen als huis van bewaring voor mannen, 1 is bestemd voor vrouwen en 1 wordt observatie- en begeleidingsafdeling. De huizen zijn ingedeeld in wat men leefeenheden noemt van 2 verdiepingen met ieder 12 woonvertrekken. Men spreekt daarom ook niet meer over cellen, zoals in de sterk verouderde huizen van bewaring aan Kleine Gartmanplantsoen en Havenstraat, die nog uit de vorige eeuw dateren. Toch weten sommigen er ook hier nog heel wat van te maken. Wat de ruimte betreft is er niet zoveel verschil tussen de cel in het oude en het woonkamertje zoals men het noemt in het nieuwe huis van bewaring. Alleen zijn daar geen tralies voor de ramen. Er zit alarmdraad in het panzerglas. En iedere gedetineerde heeft een eigen toilet en wasgelegenheid. Ook in ander opzicht zijn er aanmerkelijke verschillen tussen het oude en het nieuwe huis. Zo werd, als dat nodig was, tot dusver een gedetineerde in afzondering geplaatst. De betonnen plee in deze isolatiecel is nu van roestvrij staal en hier komt in ieder geval ook daglicht binnen. Op alle gebieden blijkt dat door de nieuwbouw een groot aantal problemen en moeilijkheden die aan de oude behuizing kleven zullen verdwijnen. Inclusief bewassing, voeding, bewaking, begeleiding en andere verzorging kost elke gedetineerde de Nederlandse staat, zo is berekend, tussen de 300 en 400 gulden per dag. Een bedrag waarvoor je in een exclusievere omgeving kunt verkeren. In het oude huis van bewaring krijgen de gedetineerden, zoals in alle gevangenissen, op gezette tijden gelegenheid om te luchten, in wat hier nauwelijks meer dan een kooi mag worden genoemd. In het nieuwe huis zullen ze een ruimte aantreffen die men optimistisch wandelhof heeft gedoopt. Maar ze zullen wel wandelen tussen de 5 meter hoge muren die de woongebouwen omsluiten.